De Fruity Movie. Hallo dames en heren, we gaan beginnen met de wortelsommen. Groente en fruit zijn heel belangrijk voor kinderen. Daarom gaan de lessen er ook vaak over. Een wortelsom is heel simpel. Het lijkt moeilijk. Dit is wat je sowieso moet hebben. De kinderen vonden deze lessen erg leuk. Maar als het bijna 12 uur was, werden twee kinderen zenuwachtig. En zo reken je dus een wortel uit. Wow, meester, nu snap ik het eindelijk. Ja, meester, ik snap het ook, maar het is bijna tijd voor het pauzehapje. Nee, meester, we gaan nu toch fruit eten, of niet? Ja, dat klopt. Dat staat ook op de schoolregels. Oké, dan pak nu maar die fruit op tafel. Oh, wat heb jij meegenomen? Ik heb lekkere mandarijntjes. Heb jij een citroen meegenomen? Vind jij dat lekker? Ja, tuurlijk. Eeuw. Hé, heb je geen fruit bij? Nee, ik lust geen fruit. Oh, meester, hij heeft geen fruit meegenomen. En meester, zij heeft ook geen fruit bij. Jullie kennen de regels. Als je geen fruit bij hebt, moet je strafregels schrijven. Het is niet eerlijk. Later op die dag op de markt. Appels voor 3 euro. Een minola voor 1 euro. Nog een appel, maar die is van geweten, dus het spijt me. Of een lekkere mini pompoen. Nou, zie je dat? Is dat een flinke rij? Wat zou je willen hebben, kleine vrouwske? Nou, ik wil wel een lekkere peper. U heeft een goede smaak. Deze peper komt uit Azië. Het was erg druk op de markt en de zaken liepen goed. Ik was 2 stukken watermeloen. Zo, dat waren de klanten voor vandaag, hè? Nee, er komen er nog 2 aan. Willen jullie iets hebben? Wat kunnen wij hiervoor krijgen? Want we willen heel graag lekker fruit hebben, hoor. Is er genoeg voor 3 bananen en 2 mandarijnen? Is dit genoeg voor 2 bananen en mandarijnen? Teleurgesteld liepen de kinderen weg zonder fruit. De dag erna zag er weer hetzelfde uit. Wow, wat kan de meester mooi schrijven? Wie weet er wat radicaal betekent? Iemand die de dingen helemaal wil veranderen? Oké, dat klopt, maar kan je nou eventjes een zinnetje maken met radicaal? Ik wou dat er iets radicaal veranderde met het fruit eten. Pardon, wat zei je daar? Je hebt gewoon je fruithappen meegenomen vandaag? Ja, meester, ik heb mijn fruit natuurlijk meegenomen. Nou, dan kom ik straks controleren nog. Maar ze hadden hun fruit helemaal niet meegenomen. Ze moesten een plan bedenken. Nee, ik moet heel erg naar de wc. Ja, ik ook, meester. Dat is raar dat u tegelijk naar de wc moet. Volgens mij zijn ze iets van een plan. Op de gang raakten ze in paniek. Misschien moeten we in de prullenbak gaan zoeken? Ja, dat kan. Ja. Terwijl de meester verder ging met de les, haalden ze wat lekkers uit de prullenbak. Een schil. Oh, en waar moet ik dan? Hier is ook een bananenschil. Ja. Pak nu maar allemaal je fruithapje, want jullie weten het, hè? Iedereen moet verplicht fruithapje hebben. Iedereen pakt het fruit op tafel. De broer en zus deden net alsof ze een banaan het eten waren. Iedere keer wordt besproken waarom fruit zo belangrijk is. Als je geen fruit eet, is het hartstikke ongezond. Heel goed, dus jullie weten allemaal, iedere dag moet je 2 stuks fruit eten. Zonder fruit word je ziek, hè, meester? Ja, dat klopt. Je kan heel erg ziek worden als je te weinig fruit eet. Oh nee, ik eet nooit fruit. Ik voel me niet goed. Oh meester, ik voel me niet goed. Wat is er dan, jongen? Nou meester, ik heb een beetje gelogen. Door fruittekort viel ze ineens om. Meester, ze is neergevallen. Nou meester, ik weet misschien wat er aan de hand is. We eten bijna nooit fruit. Maar meester, we hebben geen geld. Oh meester, wat erg. De volgende dag op de markt. Daar komen ze weer aan. Die armoedzaaiers. We willen dezelfde bestelling als gisteren. En weer worden de kinderen heel hard uitgelachen. Zeg, mogen wij even? Ik wil 2 kilo appels en geef hen er ook maar 5. Oké. En zo hebben we iedere bestelling iets extra's besteld voor de arme kinderen. De marktkoopmensen snappen er niets van. Zo, dat waren goede klanten, zeg. Als wraak wordt al het fruit teruggegooid naar de marktkoopmensen. De volgende dag werd er weer fruit gegeten op school. Zo, wat hebben jullie veel fruit meegenomen? Ja, we hebben lieve kinderen in deze klas. Nou, ik wil veel fruit bij hebben. Ja,
dat klopt inderdaad, maar we hebben nog steeds niet zoveel geld. Maar ja, je weet, we helpen je altijd. En alle beetjes helpen,